Beeldhouwerscollectief Het Hakkok viert haar 15-jarig jubileum tijdens de tweejaarlijkse expositie op 14 en 15 september. Ik sta hier bij Toot van Dijk, oprichter van Het Hakkok. Toot, wat is Het Hakkok precies? Het Hakkok is een hok waar je kunt hakken. En waar hakken wij in? Wij hakken in steen. En steen is een materiaal waar je natuurlijk niet zo makkelijk in kunt werken. Dus iedereen die moet dat een beetje leren. En dat gebeurt dus ook hier. We leren van elkaar. We zijn hier met een man of 45 die allemaal bezig zijn met eigenlijk dezelfde hobby. En we helpen elkaar. En dan doen jullie al 15 jaar. Dus dit is ook het 15e jaar en dat vieren jullie met de expositie. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja. Nou, 15 jaar hak ook. Maar niet 15 exposities. Want we hebben de laatste 2 jaar een biennale. En wat kan ik vandaag op de zondag zien bij de expositie? Een hele hoop beelden. We hebben ongeveer 150 beelden hier staan. Waarvan er 116 zijn die door onze deelnemers gemaakt zijn. Heel divers. Figuratief, non-figuratief. Het maakt niet uit. Iedereen maakt wat hij zelf het mooiste vindt. Chef, dit is een van jouw beelden. Ja, dat is het. Ja. Hoe heb je dit gemaakt? Alles met de hand. Met een beitel, een veil en ja, raspen. En hoe groot was de steen waar dit allemaal uit is gekomen? Mm-hmm. Geef eens aan met je handen. Denk ze. Oh. Okay. Zo. Jan? 200 kilo. 200 kilo? Ja, dat is 200 kilo. En weet je wat nou het allerleukste is van het Hakkok? Dat ik een van de vrijwilligers ben. Dus ik sta hier heel het weekend achter de bar. Ik sta hier naast Bart, de maker van het beeld Mask. Bart, het is een heel speciaal beeld. Wat heb je er allemaal mee gedaan? Mijn zoon die kwam thuis en die had op straat zo'n klein maskertje gevonden. Ongeveer in deze stijl. En dat heb ik bij mij op de kast gelegd. Dat heb ik laten liggen. Hij heeft er 3 jaar gelegen. En toen was ik toe aan een nieuw beeld. Ik denk, ik ga een masker maken. En heb dit ding als voorbeeld gebruikt. En dit is het geworden. Mevrouw, u bent een van de bezoekers. Ja, klopt. En hoe bevalt het, de expositie? Ja, het is hartstikke prachtig. Nou, heerlijk weer. Dus we zijn hier naartoe komen fietsen. En ja, ik ben heel verrast door de diversiteit echt van de beelden hier. Prachtig. Dit was de expositie. We hebben prachtige beelden gezien, genoten van goede muziek. En ik kan niet wachten tot over 2 jaar, wanneer er weer een nieuwe expositie komt.